En daarom valt er gewoon een gat in de economie. Want ja, minder boeren is minder economische activiteit bij loonbedrijven, noem alles maar op. En daar is een probleem wat moet worden opgelost. En daarvan heeft Europa gezegd, dat moet je oplossen door en de economie te verbreden en ook de leverbaarheid die in het gedrang komt om die weer op orde te krijgen. En dat is te min gebeurd? En dat had moeten gebeuren, maar wat wij nu zien, is toch de hoofdconclusie van ons rapport, dat het meeste geld gaat naar die gebieden waar de minste problemen zijn. En waar de noden niet het hoogst zijn. En dat had je eigenlijk wel mogen verwachten. Dat binnen Waterland en net bijvoorbeeld het Mat Eerste van Friesland werd een soort landbouwwier en dat nog fort is? Nou, wat opvalt is dat dan de Waddeneilanden, waar het toch eigenlijk heel goed gaat, waar het ook qua werkloosheid helemaal niet slecht gaat, in tegendeel zelfs, dat daar het meeste geld gaat per hoofd van de bevolking. En dat bijvoorbeeld in het noorden van Friesland, waar de noden wel groot zijn, dat daar veel minder geld naartoe gaat. Dat is toch een beetje raar. Wij horen ervan dat mensen dat zelf ik oppakken. En dat wij, ik sturen hier op de kansen die het mensen zelf zorgen. En dan komen we krek even oorzuurd, dan zat er een keer vindt dat het matten moest.